Breda Nu. Je weet het meteen. De Bredaanse amateurtheatergroep Perplex speelt komende zondag in het Chassé Theater de kindermusical Troep in de Soep. Perplex heeft aan dit zelfgeschreven stuk ruim 2 jaar gewerkt. Uwe hoogheden ontwaakt, een nieuwe dag breekt aan. Het ontbijt is reeds gemaakt, u moet nu echt opstaan. We zijn het personeel van het kasteel, toch? Personeel, ja. En ik kan u wel zeggen, zonder ons gaat het valikant mis. Mis. Rijd het gewoon niet meer uit je ogen. Zie het zonnetje nu nog voorbij. Even wassen en haartjes drogen, zodat je vis op de dag zult zijn. Welkom, welkom in ons leven en in ons kasteel. We gaan er samen iets moois van maken. Pas op. De theatergroep bestaat, we zijn in 1998 begonnen met repeteren met de theatergroep. Maar daarvoor hadden we een zanggroep hier en dat is in 81 begonnen. Kom nu maar uit je ogen, zie het zonnetje, uurt het voorbij. Spelen voor kinderen, is dat specifiek moeilijk? Ik denk niet, zeker niet omdat wij ook vrijwel allemaal in het onderwijs zitten. Dan heb je natuurlijk ook al heel veel met kinderen te maken. Dus dan maakt het denk ik ook wel iets makkelijker om voor ze te spelen. Even wassen en haartjes drogen, zodat u fris op de dag zult zijn. Wat maakt dit stuk voor kinderen nou zo leuk om naartoe te komen? Ik denk, de verhaallijn is natuurlijk heel leuk. Prins en prinses, ik denk dat alle kleine kinderen dat wel heel erg aanspreekt. En wat is nou eigenlijk het onderliggende verhaal? Wat gaat er gebeuren? Ja, nou ik mag natuurlijk nog niet zoveel verraden, maar ik denk het onderliggende verhaal, er gebeuren heel veel vervelende dingen op een gegeven moment in het verhaal. En ik denk dat de moraal is dat als je gewoon vrienden hebt en veel lieve mensen om je heen, dat je het dan eigenlijk altijd wel kan oplossen. Even wassen en haartjes drogen, zodat je fris op de dag zult zijn. Jemig, en als het nou toch nog eens mooie muziek zou zijn? Nou zeg. We zitten redelijk vol. We gaan voor een uitverkochte zaal in Chassé. En de Nobelaar, daar hebben we de zaal van 400. Dus daar vragen wij echt nog bezoekers. Tot bij de voorstelling! Genoeg, ja. Zo is het mooi geweest. Ja, klaar. Klaar nu. Opvoeden in tucht en discipline. Klaar nu. Ja, dankjewel. Dag. Breda Nu. Je weet het meteen.